Goedemorgen Abby. Goedemorgen. Of moet ik zeggen Abigail? Hoe noemen de meesten jou? Noemen ze je Abby of noemen ze je Abigail? Meestal Abby. Maar stel, kan je jezelf even voorstellen? Wie ben jij? Abigail. En hoe heet je met je achternaam? Lucasse. En vandaag ga jij voor het eerst in hoeveel tijd weer naar school? 8 weken. 8 weken. En hoe voel je dat? Om zo 8 weken thuis te zijn? Ik vond het ook wel jammer omdat ik niet echt klasgenoten kon zien. Maar op zich, als er geen corona had geweest, dan was het ook wel lekker rustig. En thuis kan je beter concentreren dan in de klas. Maar volgens mij heb je het ook best naar je zin. Want ik heb jou, nou ja, ik zag je toch ook wel gewoon met je vriendinnen spelen. En volgens mij heb je je niet echt heel veel verveeld, of wel? Nee, niet echt. Nee? Nee. Maar je mist gewoon wel een klein beetje, want dan zie je natuurlijk ook je vriendjes en vriendinnen. En, ja. En maar hoe is het nou? Want het is nu maandag en nu gaan jullie weer, maar jullie mogen nog niet met z'n allen naar school, toch? Nee, we gaan nu halve klasse doen. Ik ga nu 3 dagen in de week en de anderen gaan 2 dagen in de week. Oké, dus dat is eigenlijk ook niet eerlijk, want dan moet jij meer dan de anderen naar school, of niet? Ja, maar volgende week is dan weer omgedraaid. Ah, oké, dat doen ze zo. En dan moet je nu vandaag, maandag, en welke dagen dan nog? En woensdag en donderdag. Oké. En weet je wat er nu staat te gebeuren? Kan je zo de school in of... Nee, we moeten op het schoolplein staan. Er worden hartjes getekend met groep 7, groep 8 en alle groepen erin. Daar moet je op wachten. Maar dan ga ik even met je meelopen. Want je zit op de Acaciahof, op de Zuid-Singel, toch? Ja. En wat voor groep zit je? 7. Nou, dat is spannend. Maar vind je het goed als ik even meeloop en even kijk hoe je naar school gaat? Is goed. Nou oké, gaan we samen naar school. Leuk, dat is lang geleden voor mij. Goedemorgen. Veel plezier op school. Love you. Doei. Jullie praten ook wel eens Engels met elkaar, hè? Ja. Hoe komt dat? In Australië, dus. Ja, maar jij kan best goed Engels dus. Ja. Maar we doen het in het Nederlands gewoon, hè? Ja. Heel goed. Je hebt wel een grote tas bij. Heb je al je boeken mee naar huis genomen? Ja. En die moeten nu weer terug naar school? Hoi. Voor jullie is het ook de eerste dag weer? Ja. Kom ik een klein beetje dichterbij. Ja. Hoe is het voor jullie geweest? 8 weken hebben jullie thuis nog les gegeven? Of, ja. Ja? Ja, op afstand. En ging dat goed? Het is goed, maar wel anders. Ja. Het is leuk om echt een klas te hebben. Ja, dat geloof ik. Dus jullie zijn wel weer blij dat het weer een beetje normaal wordt? Ja. Ja. Goedemorgen. Ik ben stil van. Zijn jullie nou onder de indruk van Abby? Die staat te filmen. Ik ben zo weg van jongens en ja, meisjes. Nou, ik denk dat ze het allemaal een beetje spannend vinden om weer naar school te gaan. Niet? Ja, maar hoe is het voor jullie? Zijn jullie blij weer naar school te gaan of was het wel lekker even thuis? Nee, ik ben wel blij dat ik weer naar school ga. Ja? Verveelde je je thuis of dat niet? Ja, eigenlijk wel. Ja? Je miste mij natuurlijk heel erg. Ja. Natuurlijk. Ja. Maar nu zijn jullie maar met de helft toch? Want normaal zijn er nog 2 keer zoveel toch? Ja. En die komen dan pas vanmiddag of morgen? Morgen. Dus we doen het om de dag. Ja. En zijn er dan ook mensen in de groep die dan hun beste vriendje of vriendin die dan in de andere groep per ongeluk nu zit? Ja. Ja, dat kan. Maar ja, dat is bijna niet te organiseren. Nee. Nee. En dan is er weer eens een keer een ruzie. Dat soort dingen. Ja. Ja, nee. Daar hou je wel een beetje rekening mee, maar dat gaat natuurlijk niet voor iedereen. Nee. Nee. En is er dan ook nog vandaag een aangepast programma? Want je moet even opnieuw beginnen. Maar... Ja, nou ja, we starten nu even rustig op. En je ziet het, ze zijn een beetje niet zoals ze normaal zijn, zullen we zeggen. Nee. En nou ja, dan gaan we straks gewoon het gewone programma draaien. En dat doe ik morgen nog een keer. En dan zijn zij thuis en dan werken ze aan de dingen die ik klaarzet voor morgen. Dus wat is vandaag de eerste les? Eerst gaan we eens even vragen wat het met elkaar is. En ja. Gewoon eens even kletsen. En daarna gaan we denk ik rekenen. Spelling, taal. En veel plezier allemaal, succes. Ja. Nou, dankjewel. Hoi. Ja? En ik ben dan pizza. Want wij vinden sushi niet lekker. Zo hé.
koud. Ik ben helemaal zwart, blauw en dan heb ik frisjes. Ik heb hele schoenen.